uit vrees dat de Duitsers over de Steenstraat zo zouden aanvallen. Ja. Dus eigenlijk in eerste instantie is er een detectie gebeurd met een bodemradar. En daarin hebben ze eigenlijk kunnen zien dat er 150.000 anomalieën waren. Dus mogelijke bommen die aanwezig waren. Dan heeft Fluxys eigenlijk beslist om veiligheidsreden om links en rechts van de buis 30 meter bommen vrij te maken. Dus alle bommen moeten eruit. En wij kunnen dan eigenlijk bijkomend ons archeologisch onderzoek doen, omdat er eigenlijk zoveel... Stages, we go to set points which are too deep for to be dug by hand. So we come out with this, we detect, we find exactly the spot, go down to this spot, the depth marked on the computer screen, and then within 2 or 3 inches dig by hand until we find something. And in this case we found a German 15.5 centimeter shell, Freud in 1917 probably. Once you take the topsoil off, which has been... Best dat kunnen ik. Thomas, pak je grondplannetje. Misschien dat... Ja, het is een beetje... Frans.